Ik wil gewoon knop drukken. Koffie. Koffie. Dat is wat je wil. Dat is wat je verwacht van een koffiemachine. Gaat het vandaag regenen? Ja, ik denk dat we vandaag wat regen gaan krijgen. Jezus, wat een karwei. Zo'n musical, echt, daar ben ik aan begonnen. Maar goed. Het is wel heel erg leuk. Het is wel heel goed gedaan eigenlijk, maar dat wisten we al. Het is te gek. Maar dat vind ik minder dit weer. Kom ik op de fiets, dacht ik van nou, het is goed weer, maar... Ik denk dat de zon zou schijnen dan. Ja, dat dacht ik ook. Het was zo veelbelovend het weer, maar... Mooi niet. Toch weer jammer. Ja. Weet je wat mijn vriendin stuurt? Om even jouw humeur op te vrolijken. Ja. Wij gaan nu ergens een terrasje pikken en lekkere koffie drinken. Het is daar 22 graden en de zon schijnt. Duitsland? Ja, waar zij zit, ja. Ze zit vrij zuidelijk, hè? Ja, daar moet geld bij. Ja, dat kan echt niet. Even. Hoeveel knoppen zitten hierop? Ja, let op. Gaan we filmen, dan gaan we... Ja, oké. Kom maar. Oké. Okay. Ja, ik kreeg net eens commentaar, er zitten te veel knopjes op. Nou, lampje 1. Let op. Lampje 1. Kijk, ik wil koffie drinken, maar dan begin je al. Er moet water in. Nee, dat heb je wel nodig voor koffie, hè? Dat heb je nodig voor koffie. Dat vind ik een prima bestanddeel. Ja. Maar weet je, en dan komt het volgende probleem. Dan douw je dat water erin. Zo. En dan denk je, oké, duidelijk, bakkie eronder. Helemaal goed. Klein bakkie, rustig aan. Nou, dat ding moet opwarmen, dat snap ik ook nog wel. Ja. Dat is ook prima. Maar nou komt het. Oh ja, dan moet er weer koffie in. Nou, dat is ook logisch. Ja, nou, water koffie. En koffie, dat zijn de twee dingen. Ja, dat zijn daar kunnen wij niet over discussiëren. Die heb je nodig. Die heb je nodig. Ja. Geen idee. Dat is, volgens mij is dat ontkalken. Maar we zitten hier in Arnhem. En Arnhem heeft het zachtste water ter wereld. Dus... Ja. Ja, ik vind ook veel te veel... geen kalkje. Veel te veel lampjes ook. Ja, maar drie boontjes, dat betekent heel veel koffie. Dat betekent minder sterk, sterker, heel sterk. Ja, maar het smaakt drie keer, smaakt het niet, weet je? Nee. Maakt niet uit. Ja. Het smaakt toch? Nee, het smaakt niet. Nou, dat doe je zo. Ja. Dan molt die lader in. Ja, dan molt die lader in, ja. Daar heb ik toch andere ideeën over. Nou ja, ik ben het even kwijt. Ik wil gewoon knop drukken. Koffie. Koffie. Dat is wat je wil. Dat is wat je verwacht van een koffiemachine. Ja, dat is alle broodbeleg wat we nodig hebben, denk ik. Hè? Boter en pindakaas. En pindakaas. Ja. En brood natuurlijk. Maar... Cheesecake. Oh, lekker. Maar net gisteren voorgenomen om minder suikers te gaan. Dat is helemaal geen probleem. Dan eet ik het toch lekker op. Oké, okay, heel goed. Ja. Maar dit is gewoon een soort... Het is pure boter op een stukje... Nee, kijk maar zeg maar... Daaronder is pure boter met koek. Ja, en dat is ook boter, toch? Dat is kwark met suiker. Ja, precies. Ja, echt kwark en suiker, dat zijn de enige twee bestandsdelen, toch? Ja, zeker. 13,33 minuten, dat is dus de tijd die ik moet wachten. Mijn bounce. Aardig van Proto's dat ze dat aangeven en ook zo precies. En de reden dat ze dat zo precies kunnen aangeven is omdat het altijd real-time is. Je kunt niet twee keer zo snel iets analoog door een apparaat heen duwen. Dat kan alleen digitaal. Dat is ook het enige voordeel van digitaal. Maar die preek heb ik al een keer gehouden. Ik weet niet meer in welke vlog, maar dan weet één van jullie vast wel welk nummer dat het is. Zet het even in de comments beneden. Dan hoef ik dat niet te doen. Nondeju, lekker weer buiten. Lekker weer. Ik wist dat het goed zou komen. Deze is echt vies gek. Moet ik echt zo'n hele dikke Ray-Ban dan... Ik heb wel een Ray Berry. What the fuck is een Ray Berry? Dat is Tsjechische Ray-Ban. Heb je die bij je? Nee, maar wel de banaan. Ja, de banaan, ja. Echt van het weer waarin je gewoon met je sokken naar buiten kan, weet je wel. Oh my god, that's the bullshit.
Volgens mij gaat het niet helemaal goed met hem. Ik moet toch mijn fiets pakken. Nog een keer. Nou, doe maar. En hij doet hem ook echt gewoon weer open. Oh, wow. Ja, maar even kijken, niet dat het voor die auto's ligt zo meteen. Ja.